plaats waar ik vroeger woonde. Heb ik echt als kleinkind veel leuke, maar ook minder leuke tijden meegemaakt. Met name de minder leuke. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hier vroeger bomen zaten, hele grote bomen stonden. Waardoor het licht volledig geblokkeerd was. Dus we woonden eigenlijk altijd in een hele donkere hoek. Nou, ik ben gelijk maar niet naar binnen lopen, want dan zullen die mensen wel niet denken van, what the fuck. Ja, nogmaals, meer mindere tijden dan leuke tijden hier. Ik weet nog in de tijd dat we hier woonden, omdat het is niet... Ja, laat ik zeggen, het is niet de allerrijkste buurt van Emmen, dan wel van de Bargeres, subbuurt dan. Maar waardoor je zelf ook in de veronderstelling was, dat en ook mijn ouders, die waren altijd nogal op de cent. Ja, ik had als kind altijd het idee dat we gewoon niks hadden, gewoon we hadden niks te besteden. Ook omdat we hadden weinig speelgoed en mijn ouders waren alleen maar aan het werk. Dus je had echt het idee dat we net rondkwamen. Ja, en dan kom je er later achter dat je het wat ruimer had dan gedacht. Maar goed, het is, die tijd is gepasseerd en het gaat nu wel een stuk beter. Ja, ik zou hier zelf eerlijk gezegd niet meer zo gauw zitten. Niet zozeer niet in Bargeres of de Ruinerbrink, niet, dat sowieso, maar überhaupt niet meer in een stad kleiner dan Amsterdam, Utrecht. Kleiner dan een van de vier grote steden. Want je bent zo erg gewend aan zeg maar, alle voordelen die je erbij hebt, dat je zeg maar niet... Ja, het zijn de voorzieningen, het is waar de evenementen gebeuren. Ik zou zeg maar niet meer ergens kunnen zitten waar je het moet plannen. Dat je zegt, oh, laten we dan in die week, in het weekend even naar Amsterdam gaan om even een bepaald kroegje te pakken of zo. Nee, ik wil gewoon naar beneden lopen en naar die kroeg kunnen. Dus nee, ik zie mezelf hier niet meer wonen. Maar ja, prima tijden besteed hier al. Dat je altijd denkt van, ja, het verhaal had beter gekund, maar goed, dit is wel jouw verhaal, zeg maar. Dat de tijd die jij hier besteed hebt. Ik bedoel, het kan het niet helemaal veranderen. Maar het is wel een stukje wat onderdeel is van mij. Of althans, wat mij heeft gemaakt tot wie en wat ik nu ben. Nou goed, door. We kregen hier op een gegeven moment nieuwe buren. Dus hier hadden eerst andere buren wonen. Volgens mij waren het wat oudere mensen. En dat was wel geinig, want we kregen dus nieuwe buren. En vroeger was dit stuk dicht. Gewoon zat hier een hek. En daarachter liep het door tot in onze tuin. En het was gewoon, je deed er niks mee. Maar toen kwamen die nieuwe buren en die claimden toen dit stuk. En dat bleek dan later uit de tekeningen dat ze er ook wel echt recht op hadden. Dus en dat was ongeveer tegelijk met de tijd dat ze dat paadje daar, waar die schutting nu staat, dat die andere buren dat paadje gingen sluiten. Dus die ene, de buren aan de rechterkant, of aan die kant, die gingen dan het paadje sluiten, zodat je niet even makkelijk doorheen kon om naar school te gaan, hè? Want dat was eigenlijk het enige wat je deed. En toen gingen deze buren, die gingen dit stuk claimen. En toen was het van, wat is dit? Allochtoontje pest of zo. Dus een beetje, goed, vroeger dacht je er niet zo, maar je merkte wel aan je ouders dat je een beetje een soort van, niet zozeer tekort was gedaan, want het is in hun recht, hè, maar van al die tijd ervoor deed niemand er wat aan en op een gegeven moment dan claimen ze al hun territorium of zo. Dan denk ik van, ja, waar gaat het nou over? Oké, maar goed, leuke anekdotes voor later. Of ook niet meer, maar eigenlijk is het alleen voor nu leuk en daarna boeit hem ook niet meer. Maar goed, overigens, dit is ook wel mijn broer uitgelegd over een naakslak toen we buiten gingen en met waterpistools gingen spelen. Oké, we zijn bij mijn oude basisschool. Het is de Kardinaal Alfrinksschool. Vroeger was het nog niet zo hip om het alles te verkorten in drielettige afkortingen. Maar goed, het was gewoon de Kardinaal Alfrinksschool. Het is wel veranderd, want ja, goed, dit is nog hetzelfde. Dit is inderdaad het gymzaaltje voor de lagere klassen. Dus voor groep 1 en 2 hier is dan de gymzaal. Dus als je speelkwartier had of zo, dan kwam je zeg maar, vanaf groep 3 of 4. Vanaf groep 3 geloof ik. Dan ging je nu spelen. We gingen hier altijd voetballen. Vroeger was dit gebouw er niet. Dus dit gebouw was ook een speelpleintje. En dit was de fietshok. En dit was dan een speelpleintje voor groep 7 en 8. Dus dan mocht je, als je in 7 en 8 zat, moest je daar zijn, buiten. En je moest altijd naar buiten. Dus het was niet zoals op middelbare school dat je mocht kiezen van waar je gaat hangen. Dus de 7, 8 daar, 3, 4, 5, 6 hier en hier. En groep 1 en 2 die hebben een eigen zandbak hier om de hoek. Dus dit is exact nog hetzelfde gebouw. Dit is inderdaad nog een gymzaaltje zo te zien. En ik heb hier nog een keer mijn broek gepist, weet ik nog. In de gymzaal. Toen zat ik in groep 2, geloof ik. En dat was wel echt schande. Maar het was niet helemaal mijn schuld, want die leraar, ik weet nog heel goed, die zei tegen mij... Ja, nu mag niemand meer naar de wc. Maar iedereen was er geweest. Dus ja, maar ik moet nog. En zei, nou mag het niet meer. En daar heb ik een broek gepist. Dus eigenlijk was het allemaal zijn schuld. Dus voor groep 1 en 2 om te spelen hebben ze een klimrekje. En hier is het grote grasveld dan.
En hier deden we altijd slagbal. Dus als je in de zomer gym had, buiten gym, werd heel weinig gevoetbald. Maar hier hebben we de slagbal, dat is wel cool. Weet nog, in het begin was ik daar niet zo goed in, maar op een gegeven moment ben ik daar beter in. Later, op de middelbare school, ben ik nog daardoor heel goed in softbal geworden. Dus in een school softbalteam. Maar goed, hier is dat allemaal begonnen. Dit is volgens mij de Geuzingenbrink, ik weet niet meer zeker. Maar zoals je ziet, we zijn nog steeds in de Bargeres. Wat ik al zei, het zijn allemaal woonwijkjes binnen een woonwijk. Met andere standaarden ook. En dan zie je ook dat hier heb je gewoon vrijstaande huizen. En terwijl waar je gewoon 100, 200 meter verderop heb je een soort van, ja, een soort iets meer een pauperwijk. En het is heel bizar dat het gewoon echt om de hoek is en dat het gewoon totaal anders is. Maar al die kinderen, die zitten wel op dezelfde school. Waardoor je heel veel, ja, dus kids uit verschillende standen, zeg maar, die zaten allemaal bij elkaar. Dus dan had je kinderen waarvan, ja, die vader was een of andere vastgoedmakelaar. En je had ook kids die vader was een of andere arbeider. Die zaten gewoon bij elkaar op school te spelen. Dus dat had je heel erg dat gemengde cultuur. En nog hier had ik een vriendinnetje, of vriendinnetje, een klasgenootje. Die woonde volgens mij hier of daar. En dat was Sanne, weet ik nog heel goed. Die met mij vanaf groep 1 in de klas gezeten. En dat was het rijkste meisje van de klas. En iedereen, en dat werd ook echt tegen haar gebruikt. En dat was wel sneu, omdat iedereen was een beetje blue collar, lagere klas, alhoewel wat ik net al zei, ik dacht dat ik dat ook was. Bij haar was het, ja, maar jouw ouders hebben geld, dat werd altijd gezegd. Wel een beetje sneu, maar goed, dat was niet anders. Waarschijnlijk. En hier is een andere school. Prins Constantijn of iets dergelijks? Ik weet het niet meer. Maar hier, dat was een soort rivaliteit tussen de scholen altijd. Niet echt vechtpartijen, maar wel. Volgens mij kwam het een paar keer voor dat je dan een slagbal matcht. Omdat zij ook toevallig buiten gym hadden tegelijk. Dat je dan een slagbal matcht tegen elkaar. En dat was echt wel cool. Ik merkte wel dat ik zo wel competitief was, al heel gauw. Maar goed, dit was een beetje de buurt waar we hingen. Maar na school ging je nooit hier in de buurt hangen. Dat was ook heel raar om op schoolplein te hangen na school. Dan was je altijd in je eigen buurt of zo. Oké, nou, we zijn bij het dierenpark, of tenminste het oude dierenpark aangekomen. Nu het Rensenpark. En ze hebben een dierentuin, tenminste stond Emme vroeger bekend om. Noorderdierenpark. Dat is nu volgens mij Wildlands. Dat zit dan aan de andere kant van het winkelcentrum. Maar het oude dierenpark, dat is nu een park geworden. Het is allemaal bedrijfjes en ik weet niet precies wat er allemaal in zit. Maar wel geinig om te zien dat ze dat als je binnen bent, dan lijkt het nog precies op een dierentuin. Maar dan zonder de dieren. En dan heb je hier en daar wat soort start-up bedrijfjes. Ik geloof dat ook een escape room zat. Wel geinig om te zien. Daar is het winkelcentrum. En dat was vroeger helemaal open. Groot V&D had je en C&A. Maar nu één groot overdekte winkelcentrum geworden. Ik bedoel, het lijkt een beetje op Amstelveen. En ja goed, de C&A die staat er nog steeds en staat nog op dezelfde plek. Ik kan me nog heel goed herinneren dat de C&A vroeger zo'n zwart paard met volgens mij rode en blauwe vlakken erop. En dan kon je dan voor een beetje geld opzitten. En mijn moeder die deed dat. Toen was ik denk een jaar of 4 of zo. En dan mocht ik er wel eens op. Dat was wel geinig. Maar goed, die staat nog op dezelfde plek, maar verder is alles totaal veranderd. Dat is wel geinig om te zien. Oké, we zijn nu aangekomen bij het beste kiprestaurant van Nederland. Althans, het staat heel groot op het gebouw en meestal ben ik daar niet zo van. Zeker als je bijvoorbeeld op de Albert Kuip ziet, Best Chicken of Amsterdam, denk ik van echt niet. Maar goed, daar komen de toeristen wel op af, dan kom ik Yelp reviews, dus nog meer toeristen. Maar goed, deze ken ik niet. En wat me opviel is, in onderweg naar Emmen net, reden we langs en ik zag direct, hey, ik zie een kiprestaurant en ik zag allerlei soort van, hoe noem je dat? Het leek een beetje op een veehouder of een pluimveehouder. Dus ik denk, verse kip zal het al zijn. Even snel op Google Maps gecheckt, ook de locatie gepind. En het heeft een redelijk cijfer. Het heet De Piri Piri en het zit in Rauweveen. Dat is in de buurt van Hogeveen, geloof ik. Meppel in de buurt. En nou, ik ben super nieuwsgierig. Ik belde en ze zijn alleen open op vrijdag, zaterdag, zondag. Dat is wel eens vandaag vrijdag. En binnen 3 uurtjes kan je iets bestellen. Dus nou, ze gaan over een uurtje sluiten. Ik heb mijn telefoon niet op besteld, dus ik ga nu even wat halen. Oké, zijn we dan beland bij de Superchargers. Bij de Van der Valk, zo'n 5 kilometer verderop van het restaurant, om eindelijk onze kippetjes te gaan eten. Nou,
halve keer piri-piri. En een bakje friet met kruiden. En graas mayonaise zit erbij. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de kip. Ik zal nu lekker aan beginnen. Nou, misschien even een snelle tasting doen. Beetje spicy, niet heel spicy, maar goed, ik heb nog geen volle hap genomen. Het zit er vooral op de skin. Ik kan er niet heel veel over roepen, maar het ruikt wel echt heel erg lekker. Ik ga weer eten, een beetje YouTube kijken en dan weer door naar huis, hè. Oké, ben ik weer. En het was heel erg lekker. Het was ook net niet te veel, niet te weinig. Het mocht voor mij wel spicy, maar ik snap wel, weet je, er zit een beetje een boeren-Holland. Mensen kunnen dat niet per se aan, maar hij was wel heel smaakvol. Ja, op sommige plekken net iets te zout, maar goed, het is te begrijpen. Hè? Ik bedoel, ik kan hem niet volledig evenredig kruiden. Of juist wel, maar dat sommige minder vlezig zijn, daardoor minder of daardoor te zout. Maar goed, overal prima piri-piri. Zeker, gewoon niet heel spicy, maar wel super geurig, zeg maar. Dus wel goed gekruid. Het is inmiddels donker. De auto is volgeladen. Dus tijd om naar huis te gaan. Zo, eindelijk thuis aangekomen. En ja, het was mijn dagje wel, hoor. Geloof een 2,5 uur rit gehad. Nou, met auto laden was het zo'n 3 uurtjes. Maar goed, het was verder wel chill. Wel leuk om de oude buurt weer even te checken. En nu even WandaVision kijken. Dus mijn Cody is nog even aan het updaten. Want hij gaat naar versie Matrix. En wat sojoetjes naar binnen werken zo. Nou, gewoon even chill avondjes van maken. Avondklok nog gered, iets voor 9. Dus was hem eerlijk gezegd ook helemaal vergeten. Maar goed, nu even lekker drinken. Season finale van WandaVision kijken. En dat was me dan weer voor vandaag. Nou goed, ik heb genoten. En morgen weer een dag, hè.